De in Nijmegen geboren coach van Juliana 31 Remco Bicentini heeft voor drie jaar mogen bijtekenen als bondscoach van Curaçao. Hij verheugt zich op het avontuur. Ik ben super trots natuurlijk dat ik weer drie jaar erbij heb gekregen en spreek er heel veel vertrouwen uit van de bond naar mij toe. Ik had nog een jaar. Twee jaar ben ik nu bezig als bondscoach van Curaçao. Mijn contract loopt pas eind volgend jaar af en ze hebben me na de wedstrijd uh, in Florida uh, verlengd met een optie van uh, nog drie jaar. Bicentini moet het bondscoachschap wel combineren. Als hoofdtrainer van Juliana is dat zijn verantwoordelijkheid. Ik vind het fantastisch om, om bij een club als Juliana uh, te mogen trainen. Uh, met name te, te mogen, want we hebben ook een afspraak met elkaar. Uh, als ik internationale verplichtingen heb met Curaçao, dan is hier binnen de club uh, is, is prima geregeld. Dat was ook mijn, uh, mijn voorwaarde. En, en uh, Maurits Pol, die hier ook jaren het eerste elftal getraind heeft. Ja, die doet dit ook met twee vingers in de neus. En dat is voor mij natuurlijk uh, uh, heel lekker wegkomen weg, weg hier. Maar aan de andere kant, uh, ik, ik blijf mezelf trainen. Uh, want met Curaçao is het natuurlijk toch zo dat je zes, zeven keer per jaar. Uh, je moet er ineens staan. En uh, ja, ik denk dat ik de enige bondscoach ben die dit doet. Maar ja, ik, vind gewoon, uh, ik vind het heerlijk om te doen. Kijk, het is, het is de focus die je legt, uh, internationaal of natuurlijk bij een amateurclub. Kijk, op het moment dat het fluitsignaal uh, gaat, dan denk je niet meer aan die 80.000 man die er zitten. Natuurlijk, de, uh, de benadering uh, is anders. Hè. Met Curaçao heb je te maken met jongens die de eerste eredivisie spelen, Premier League, uh, in Spanje, in Duitsland, uh, Japan. En uh, hier heb je met een clubgebeuren te maken. En kijk, hier heb je 365 dagen waar je iets kunt doen met een, met een elftal. Hè. Je kunt een keer een mindere fase hebben. Uh, maar bij Curaçao weet je, uh, ja, ik heb natuurlijk de voorbereiding vooraf. Uh, dat hebben de spelers natuurlijk niet. Maar je moet het uh, in die 10, 12 dagen dat je bij elkaar bent, moet je het doen. En, en daar gaat het pertinent om winnen. En dan gaat het natuurlijk bij Juliana ook. Maar alleen, uh, je hebt iets meer kansen om je te referencieren. De ambities met Curaçao zijn niet minder dan met Juliana. Voor beide zet Bicentini alles op alles om de doelstellingen te behalen. Dat betekent voor de voetbalclub uit Malden maar één ding. Ja, kampioen worden. Absoluut, en, uh, ja, dat heb ik ook uitgesproken, vanaf dag 1 zou ik nooit doen, dat heb ik ook nog nooit gedaan. Uh, kijk, vorig jaar hebben we een, een uh, matig seizoen gedraaid en uh, we kunnen de vinger op zere plek leggen. Uh, prima selectie in het begin, maar uh, heel veel blessuregevallen gehad, uh, maar liefst 6-7 gedurende het hele seizoen. En nu trainen we eigenlijk vanaf dag 1 met uh, een selectie van 18 tot 22 spelers. Ja, en dat maakt je sterk. En, en we hebben dusdanig elftal waarvan ik zeg dat je gewoon in de eerste klas gewoon bij de bovenste plaatsen mee moet doen. En, en dan zeg ik kampioenschap.